Het is nog geen lunchtijd, Leo. Ah, maar ik heb heel erg honger. Help me eerst dit hout te zagen, dan mag je daarna je broodje. Jou zie ik zo weer. Oké, vandaag, Leo, ga ik je leren werken met de decoupeerzaag. Zodat jij het hout kan zagen voor de planken die we maken. Decoupeerzaag? Je houdt me zeker voor de gek, Bob. Ik zie toch dat die planken daar al lang staan? Niet alle planken zijn kastplanken, Leo. We moeten ze op maat zagen. Oh, dat ziet er makkelijk uit. Dat kan ik wel. Niet zo snel. Eerst gaan we oefenen. Kijken hoe het gaat met dit stukje resthout. Oh, ik wil het echte werk doen. Het is een krachtige machine, Leo. Je moet eerst oefenen. Hier, zaag langs deze lijn. Oh, dat is een makkie. Die heb ik zo in tweeën. Klaar. Oh, deze is niet helemaal zo goed als die van jou, Bob. Geef niet, Leo. Probeer het nog eens. Maar deze keer druk je de knop wat minder hard in. Oké. Perfect. Oké, laten we gaan zagen. Alsjeblieft, Bob. Dat was de laatste plank die gezaagd moest worden. Kan ik dan nu mijn broodje gaan eten? Natuurlijk. Als je het in je mond krijgt gestopt. Geen zorgen, Bob. Daar heb ik al lang wat op bedacht. Leo, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, of wel? Oh. Ik haal wel een mes. Kun jij me vertellen waarom het zo belangrijk is om een helm te dragen op de bouwplaats, Coop? Zodat je niet verbrandt? Nee. Zodat je hersenen warm blijven? Nee. Oh, zodat je kap zo goed blijft zitten. Om je hoofd te beschermen voor al het gevaar op de bouwplaats. Zoals loshangende elektriciteitsdraden. Of zodat je je hoofd niet te hard kan stoten tegen lage voorwerpen. Het is het allereerste dat je op moet zetten en het allerlaatste dat je af mag doen. Kijk, Bob, zijn haar zit nog perfect. Oh, dat is een opluchting. Het is belangrijk om goed aan ogen en gezicht te denken op een bouwplaats. Hier is een bouwer die een speciale bril draagt. Waarmee hij door muren kan kijken met röntgenstralen? Cool! Nee, Scoop. Om zijn ogen te beschermen tegen rondvliegende stukjes materiaal. Bij het gebruik van een drillboor, een kettingzaag of tijdens het lassen. Een mondkapje komt ook goed van pas. Om te voorkomen dat we stof, verf of chemische dampen inademen. Heel verstandig, Bob. Maar er is één probleempje. En dat is? Hoe moet je zijn boterhammen nu opeten? Een stevig paar werkschoenen is een essentieel kledingstuk op een bouwplaats. Zodat je geen natte sokken krijgt als je in een plas gaat staan. Maar belangrijker nog, zodat je je voeten niet kunt bezeren aan gevaarlijk materiaal dat rondslingert. Ook belangrijk zijn gehoorbeschermers. Die zijn bedoeld om je oren te beschermen tegen de harde geluiden van alle machines. En om lekker muziek mee te luisteren. Nee, maar misschien wel om op te zetten als ik geen zin meer heb in die flauwe opmerkingen van Scoop. Hé, wat? Grapje, Scoop. Wanneer moet ik een veiligheidsvest aan, Scoop? Als je in een achtbaan gaat. Nee, op een bouwplaats. Ik draag er een als we hoog boven de grond werken. Heb je soms hoogtevrees, Bob? Nee, maar bouwers moeten alles doen wat mogelijk is om een val te voorkomen. Hier volgen nog wat extra veiligheidsspullen. Skihandschoenen! Veiligheidshandschoenen. Om je handen te beschermen tegen sneetjes, elektriciteit, chemische stoffen en hoge temperaturen. En om een sneeuwpop mee te bouwen. Mag dat, Bob? Alsjeblieft. Welkom bij Bob, hier zijn vrienden staan klaar. In de lentestad. Welkom bij Bob, hier zing maar mee. Kunnen we bouwen? Scoop is een dromer en Bob's beste vriend. Komt in de problemen, maar dat is niet verdiend. Muk schuift altijd alle troep opzij. Kijk zijn rupsbanden gaan, zo sterk is hij. Hey, welkom bij Bob, hier zijn vrienden staan klaar. In de lente staan. Welkom bij Bob, hier zing maar mee. Kunnen we het bouwen? Ja! Lift die komt met zijn kraan en helpt ons uit de brand. Hij steen en staal of stapelt zakken zand.
En daar heb je Tony met zijn zware last. Met beton in zijn molen, het is een stevige gast. Bucky niet zo klein, takelt alles op in elke situatie. En Dizzy klein maar fijn, die mixt van alles in de gekste combinatie. Wow. Lolly rolt het uit, lekker strak en glad. Hobbels gaan weg, want hij was alles plat. Danny en Leo zijn al net zo tof. Ze roepen met z'n allen, nou en af! Hey, welkom bij Bob, hier zijn vrienden staan klaar. Pendelen de stad. Welkom bij Bob, hier zien maar mee kunnen we. Oké, Leo. Ik zag een boomstam achterin een van onze opslagplaatsen en ik bedacht me toen dat ik je nog moet leren hoe je met de kettingzaag moet omgaan. Oké, eindelijk. Hier kijk ik al mijn hele leven naar uit. Maar onthoud goed, de kettingzaag is een erg gevaarlijk apparaat. Dus veiligheid is hier heel belangrijk. Natuurlijk, Bob. En daarom concentreer ik me vandaag extra goed. Mooi. Dus, als eerste de juiste veiligheidsspullen. Ik heb hiervoor alles nodig. Handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbeschermers. Oké, nu even achteruit, Leo. Ik ga de kettingzaag aanzetten. Trek de startkabel hard aan totdat de motor brult. Haal de rem los. Knijp de hendel in en begin met zagen. Scoop, Muk, Lifty, kom snel kijken. Wauw, zo gaaf. Dat is mega geweldig. Wow, meesterlijk, Bob. Ik moet nog een hoop leren voordat ik zo goed word als jij. Gewoon oefenen, Leo. Hebben jullie een boomstam gezien? Die had ik besteld voor de wip die ik wil bouwen in de speeltuin. Oeps. Ik denk dat je er misschien nog geen moet bestellen, Wendy. Of trouwens, waarom ga je niet even zitten? Dan doe ik het. Oh. Ik ben bijna klaar met het plaatsen van de palen voor het nieuwe hek, Leo. Kun jij het afmaken terwijl ik het draad ga halen voor de verbinding? Tuurlijk, Bob. Deze grote rubberhamer is klaar om te knallen. En ik sta klaar met de palen. Oké, we meppen ze erin. Niet zo snel, niet zo snel. Vergeet niet te controleren of de palen dezelfde lengte hebben, zodat ze straks allemaal even hoog zijn. Oké. Deze is een klein beetje te lang. Mag ik ze nu erin slaan? Ja, mogen we nu eindelijk? Oké, ik laat jullie je gang gaan. Maar let op dat ze allemaal even hoog zijn. Die zit goed. Eindelijk tijd om te mappen. Wahoo! De volgende graag, Scoop. Wij hebben deze klus voor elkaar voordat je het weet. En die zit ook. Supergoed. Deze is langer dan die daar. Had Bob niet gezegd dat je ze op moest meten en op lengte moest zagen, Leo? Dat is toch niet nodig? Ik sla deze gewoon nog wat dieper. Nu is die korter dan de andere palen. Dat maakt niet uit. Dan sla ik al die anderen ook gewoon wat verder de grond in. Opgelost. Leo? Misschien nog een paar klappen? Leo, Scoop, wat is er gebeurd met de palen voor het hek? Ik denk dat ik me toch iets te veel heb laten gaan. Ja,
Ik denk dat je een beetje bent doorgeslagen met het slaan. Bekijk het van de zonnige kant. Ze zijn allemaal even hoog. Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Oké, Leo. Weet je nog wat je gaat leren vandaag? Nou, vast niet wie de finale gaat winnen vandaag. Niet helemaal, Leo. Je gaat leren hoe je moet metselen. Oh ja, dat was ook zo. Cool. Eerst doe je mortel op je troffel en dat verspreid je gelijkmatig over de muur. Leo. Een vriend vertelt me net dat Lentestad op kop gaat. Woehoe! Oh, sorry. Plaats je steen daarop, stamp hem aan en schraap dan de overige mortel eraf. Pak de volgende steen, smeer mortel op de zijkant en plak deze naast de vorige. Enzovoorts. Geen probleem, Bob. Ik moet naar de werkplaats. Blijf jij je concentreren op de klus, dan ben ik zo terug. Oké? Okay? Natuurlijk, Bob. Dit is toch wel een van de spannendste wedstrijden die ik ooit heb gezien. En het is rust. Wat een geweldige eerste helft. Goed moment voor de lunch, denk ik. Maar waar is mijn broodtrommel gebleven? Die moet toch hier erg... Oh, nee! Hey Leo, hoe gaat het metselen? Goed, Bob. Goed. Ik ben even druk. Ik laat het je zo weten. Huh? Hoi, Leo. Hi, Wendy. Heb je misschien mijn boek ergens zien liggen? Ik kan het nergens meer vinden. Nee. Het zou hier toch ergens moeten... Oh, nee. Oh. En dat was het laatste fluitsignaal. Lentestad heeft gewonnen. En de klus is geklaard. Ik ga Bob het goede nieuws vertellen. Maar waar is mijn walkie-talkie? Hey Leo, hoe staat het met de muur? Over. Oh. Oké, Leo. Jij gaat deze muur schilderen terwijl ik verder ga met de oprit. Herinner je je nog alle stappen die we hebben doorgenomen? Ja, tuurlijk, Bob. Nog niet, Leo. Oh, wat dan? Eerst moet je de vloer afdekken met de beschermfolie tegen vlekken en schilderstaap op het glas plakken. Oh, juist. Juist. Was ik dat toch bijna vergeten? Maar ik heb het. Alsjeblieft, Dizzy. Klaar? Ik mix het allemaal nu meteen. Dank je, Dizzy. Leo, wacht eens even. Wat ben ik nu weer vergeten? Je moet alle scheuren in de muur opvullen voordat je de verf aanbrengt. Oh, ja. Ik test jou alleen, Bob. Ik ga het gelijk doen. Mooi beton, Dizzy. Dank je, Bob. Alleen nog even gladstrijken. Wacht even, Leo. Uh-oh, wat nu weer? Er zit veel te veel verf op je roller. Daardoor gaat het druipen. Oh, oké. Ik rol er wel wat af. Wauw, het is zo glad, Bob. Het is echt perfect. Dank je, Dizzy. En ik ben nu eigenlijk wel aan een milkshake toe. Oeh, en mijn muur dan? Uitstekend gedaan, Leo. En je bent niets vergeten. Oh, fantastisch. Dan denk ik dat ik ook wel een milkshake heb verdiend. Denk je? Oh, oh! Blijf precies waar je nu bent, Leo. Zet geen enkele stap. Oh, juist. Geen enkele stappen. Ja, hij heeft al te veel stappen gezet. Blijf heel stil. Oh, waar ga je heen? Naar binnen voor mijn milkshake. Kijk, Leo. We hebben laatst bij een paar klusjes vertraging opgelopen omdat je een aantal dingen was vergeten. Echt waar? Oh, daar wist ik niets van. Nou, gisteren moesten we die grote telescoop van May Moon toch schilderen en jij was de ladders vergeten. En de verfkwasten. En de verf. Oh, oh ja. Nu weet ik het weer. Goed. De les van vandaag is dus controleren of we alles hebben voor we gaan en opletten dat we niets vergeten. Oh, dat is wel heel slim, Bob. Mooi. Deze ochtend gaan we in de dierentuin een hokje bouwen voor de bananen van de aapjes.
We gaan naar de dierentuin toe. Ik heb een lijstje gemaakt met al het gereedschap dat we nodig hebben en ik wil kijken of het in je gereedschapskist zit. Oké? Oké, Bob. Goed, als eerste, de waterpas. Heb ik. Mooi. We willen geen scheve schuur. Heb je ook een schroevendraaier? Ja, die schroeven gaan niet zichzelf erin draaien. Precies. Hamer? Check. Ik ben dol op hamers, Bob. Die zou ik echt nooit vergeten. Goed. Dan nog het meetlint en een veiligheidsbril. Ja. Ja. En als laatste nog de zaag. Ah, hier. Au! Oeh, wees heel voorzichtig met scherpe dingen, Leo. Oké, dan hebben we denk ik alles. Laten we gaan bouwen. Oké, we zijn er klaar voor. Waar wacht je op, Muk? Moet jouw gereedschapskist ook niet mee, Bob? Oh ja. Oepsie. Vergeten. Zo, dit is de drager voor de terrasplanken die jij zult gaan vastspijkeren, Leo. Zo, dit is echt een fijne plek, vlakbij het strand. Perfect om wat zonlicht te pakken. Leo? Ja, Bob? Vandaag ga je leren werken met het spijkerpistool. Ah, tof! Dat heb ik altijd al willen doen. Het maakt zo'n cool geluid. Eerst leg je de plank op de juiste plek. Ja. Dan zet je de kop van het pistool op een plek boven de dwarsbalk. En dan druk je de knop in. Wow, yes, woehoe! En dan schiet je meer spijkers door de plank in de dwarsbalken. Ik hou van dat geluid. Boek, boek, boek. Ik moet je nu alleen nog laten zien hoe je hem weer laat met nieuwe spijkers wanneer die leeg is. Oké. Met deze knop maak je hem open. En dan schuif je hier een nieuwe strip in. Snap je het? Ik snap het. Ik ben er klaar voor. Fijn. Als jij dan het terras vastspijkert, ga ik de lak halen. Haha. Dat ziet er super strak uit, Leo. Goed gedaan. Ah, dank je, Bob. Toe, aan jou de eer om er als eerst overheen te lopen. Wow, 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 wow. Oh, nee! Leo, heb je eraan gedacht om het pistool te herladen, zoals ik had gezegd? Herladen? Wat? Huh? Het geeft niet. We kunnen het maken. Scoop, dit is de plek waar al het betere bouwen in Lentestad begint. Ik hou van dit terrein. Mijn thuis. We zijn hier allemaal thuis. Je hebt gelijk, Scoop. Phew. Soms zou ik willen dat ik 3 handen had gehad. Het draait allemaal om teamwork, Leo. Wat op, Bob? Oh. Sorry, Bob. Niks aan de hand hoor, Dizzy. Uitkijken. Oh. Oh. Oh, nee. Was je wat kwijt, Buck? Fijn om te helpen, Wendy. Meer bouwmaterialen, Bob. Fijn, Tony. Wow, stop!
Gelukkig had ik toch niet zo'n dorst. Gaat alles volgens plan, Liefdie? Alles gaat volgens jouw plan, Bob. Nou, niet echt alles, Liefdie. Klaar. Eén golfvorm. Dat ziet er straks super gaaf uit rond het aquariumglas. Het lijkt wel een beetje op een haaienvin, Leo. Het is een golf, Lifty. Maar je hebt gelijk. Het lijkt ook wel op een haaienvin zo. Oh, oh, pas op, Lifty. Wat als de werkplaats vol haaien zat? Oh, oh, dan zou ik snel het water uitgaan. Ben jij je skills aan het trainen, Leo? Fantastisch. Kom mee, Lifty. We moeten er vandoor. Vergeet die haaien niet, hè? Ik moet het maar even opruimen. Hé, waar heb ik mijn telefoon gelaten? Aha, daar is hij. Oh, pas op. Ik mag niet het water aanraken. Hop, hop. Hé, hup. Hup, hup, oh. Oké, blijf in balans. Geen haai die mij te pakken krijgt. Oh, oh, mijn telefoon! Oh, die moet ik opnemen. Oh, dat wordt riskant. Maar daar gaat hij dan. Hallo, je spreekt met Leo. Haaien je te pakken gekregen. Hoi, Bob. En hoe zit het met de leeuwen? Leeuwen? Oh, dat was een grapje. Dat wist ik wel. Bovendien hebben de dinosaurussen de leeuwen weggejaagd. Oh, Bob. Dank je, Lifty. De lading ligt klaar, Ukkie. Ik zie je zo boven. Tijd voor wat tower power. Hey. Yeah. Wauw, de hoogste kraan ter wereld. Dat is perfect. Hey, Ukkie. Oh. Wil je ik zie wat jij niet ziet spelen? Dat spel? Je weet toch dat ik vanaf hier alles kan zien, Lifty? Dat is geen probleem. Ik ben heel erg goed in dit spel. Ik ga als eerst. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... oranje! Verkeerspion. Ongelooflijk! Oké, Ukkie, jouw beurt! Oké dan, Lifty. Ik zie wat jij niet ziet en het is... Je moet wel iets kiezen dat in Lentestad ligt en dat ik ook kan zien, hè? Natuurlijk. Ik zie iets en dat is blauw. Oh, iets met blauw. 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 Oh, het mobiele kantoor. Ja. Nee. Oh. Oeh, het vest van Bob. Yes. Alweer fout. Alweer? Oh, maar... Oeh. Ik ben blauw! Ik ben het! Lifty! Je ziet Lifty! Ja, jij bent het! Woehoe! Oh, het is mijn beurt! Ik zie... Ik zie dat we allemaal nog werk te doen hebben. Kom op, laten we de volgende lading gaan halen. Oh, juist. Natuurlijk, Bob. Ik zie je snel weer, Ukkie. Ik kan jullie nog steeds zien, hoor. Nog steeds! Nog steeds! Hier is Muk, koning van de Puinberg. Koning Muk, hè? Klinkt goed, hoor. Oh, hoi Bob. Muk, zou jij voor mij alles wat over is van de klussen van deze week willen verzamelen, alsjeblieft? Komt in orde, Bob.
Bedankt, koning Muk. Oeh, en vergeet het niet in de goede materiaalbakker te gooien. Kom op, Scoop. Nou, met alles dat over is van die andere klussen, wordt mijn berg pas echt koningswaardig. Wendy, zijn dit de puinresten van de klus? Jazeker. Neem alles maar mee, Muk. Yes! Dank je, Wendy. Mijn puinberg, de allerhoogste. Koning Muk! Oh, ik vind hem alleen nog niet hoog genoeg. Een koning heeft een berg nodig, geen heuvel. Oeh. Yes! Ik ben de koning! Zo gaaf. Oh, wauw, Muk! Ik wist niet dat er nog zoveel materiaal over was. Ik ben koning Muk. En dit is de berg van de koning. Ja, geweldig hoor. Maar je zou toch alles in de materiaalbakken gooien? Weet je nog? Oh, ja. Komt in orde, Bob. Dank u, uwe majesteit. En klaar. Oh, het is zo plat als een pannenkoek, Rolly. Jij bent de beste wals ter wereld. Ik? Oh, denk je dat echt, Dizzy? Ja, Rolly, jij bent een legende. Jij bent zo geweldig. Je hebt alles in Lentestad glad gestreken. Oh, mijn lunch. Maar soms rol ik ook over iets dat niet plat moet. Ja, maar toch, jij zou alles plat kunnen rollen. Ik wed dat je zelfs die heuvel daar helemaal glad kunt strijken. Eitje! Geen probleem. Kan ik dat? Ik bedoel, ik kan dat. En of je dat kunt, je hoeft er niet eens echt je best voor te doen. Ja? Ja! Let maar eens op. Oh, je bent een legende! Het is een beetje moeilijker dan ik dacht dat het was. Goeie grap, Rolly. Maar ik ben serieus. Dit wordt helemaal niet platter of zo. Natuurlijk niet. Dat is nogal een grote klus voor maar één enkele wals, Rolly. Maar Rolly is de allerbeste roller, Bob. Echt waar. Dat weet ik, Dizzy. Bob heeft gelijk. Sommige dingen kun je rollen en andere niet. Oh, dat was alweer je lunch, of niet? Sorry, Bob. Mijn lunch is perfect plat. Maar natuurlijk is het perfect plat. Want jij bent de beste wals ter wereld, Rolly. Cool. Dank je, Bob. Zet hem op, Scoop. Dank je, Wendy. Doe ik. Ik ben van plan mijn eigen graafrecord te breken. Yes! Woehoe! Ben je nou al klaar, Scoop? Bob, ik heb mijn eigen record gebroken. Mijn snelste gegraven gul ooit. Wauw, gefeliciteerd. Ik weet zeker dat ik mijn vulrecord ook kan verbeteren. Dus... Al klaar, Bob? Nog niet, Scoop. Nu klaar? Nee. Oh. Nu? Nee. Nu ben ik klaar. Scoop, ga je gang. Woehoehoe! Veel plezier met je nieuwe recordpoging. Gul uitgegraven en gul opgevuld. Yeah!
Skippy! Ik weet zeker dat ik mijn gereedschapskist hier had laten staan. Ja, die heb ik geloof ik wel gezien. Oh, nou, dan zal die vast ergens anders staan. Wacht eens. Oh, nee! Die heb ik natuurlijk begraven! Ah. Hebbes, view! Dandy, ik heb je gereedschapskist! Dankjewel hoor, Scoop. Oh, gelukt! Ik heb mijn recordgul uitgegraven en opgevuld verbeterd. Twee keer. Twee keer? Oh, twee keer. Tower Power! Alsjeblieft, Bob. 201 stenen. Wauw, dat is precies hoeveel het er zijn, Ucky. Hoe raad je dat? Ik heb niet geraden. Ik weet hoeveel één steen weegt. En die lading voelde 201 keer zo zwaar. Jij bent een ware hijsexpert. Ik weet zelfs wat ik omhoog hijs puur door hoe het voelt. Dat kon ik eigenlijk altijd al. Dat is een hijskraanding of zo. Ik weet alles van de vorm, waar de lading uit bestaat. Is het hout, metaal of steen? Hoe het gestapeld is? Alles dus. Oké, dan, Ucky. Laten we dan eens testen hoe goed jij bent. Jee! Ik ben gek op dat soort dingen. Kom maar op! Oké, Ucky. Kom met je haak. En niet spieken. Ik beloof dat ik niet zal spieken. Wat is dit? Houten planken, 6 stuks. Ja! Woehoe! Ik zei het toch? 8 buizen. 1 plank, een boormachine, gereedschapskist, verkeerspion en... Ja? En? Oh, en de telefoon. Die ligt op de plank. Dat klopt. Dat is echt onvoorstelbaar. Oké, nog 1 allerlaatste, Ucky. Ja. Oké, Ucky. Wat is dit? Oh, maar dat is makkelijk. Jouw lunch. En het zijn broodjes tonijn. Ja, hoe kun je dat in vredesnaam nou weten? Ik kan ze ruiken, Bob. Zelfs vanaf hier. Oh, ruikt heerlijk, toch? Dat weet ik dan weer zo net nog niet. De eerste les van vandaag, Leo, gaat over gaten boren in muren. Oh, wauw! Ik hou van boormachines! We hebben hem nodig om de schilderijen van burgemeester Bennebroek op te hangen. Voor dit soort muren hebben we schroeven nodig en wandpluggen in plaats van spijkers. Eerst kijken we of de boormachine opgeladen is. Hallo Bob, ik ben Robo Leo 3000, de klusjes robot. Ik ben opgeladen. Hi, robot Leo 3000. Kun je de echte Leo terugroepen, zodat hij het boordje vast kan zetten? Natuurlijk, Bob. Die zit. Nou, zet hem op. Goed, langzaam beginnen. Dat is goed. En nu met iets meer kracht. Iets meer nog. Oh, nee, hè? Wat heb ik gedaan? Het is niet erg. Alles is in orde. We kunnen het maken. Weet je zeker dat je deze in je eentje op kunt hangen? Yep. Ik heb goed opgelet. Ik weet nu hoe ik het moet doen, Bob. Goed. Dan laat ik je alleen. En Leo, hoe is het gegaan? Ik denk dat ik nu wel alles weet over gaten in muren boren, Bob. Het ziet er perfect uit. Oh, nee, toch? Ik had maar een paar keer nodig voordat het perfect was. Oké, Leo. Je tweede les van vandaag gaat over gaten in muren vullen. MUZIEK
Mag ik kijken, Wendy? Ik vind het leuk om te zien hoe je elektrische dingen maakt. Ja hoor, Rolly. Natuurlijk. Als eerste moet ik controleren of alle draden op hun plek zitten en goed verbonden zijn. Oeh, dat klinkt spannend. Het geheim is om je goed te concentreren en maar één ding tegelijk te doen. Net als tijdens het rollen. Oh, Muk. Ik denk dat we 3 balken nodig hebben voor die klus. Dank je. Komt in orde, Wendy. Oké, eerst kijken hoeveel stroom erop staat. Oeps, één momentje nog. Hoi, meneer Spijker. Ja, Bob komt er zo aan. Oké, dag. De stroomsterkte is goed. Waar is die trapladder nou? Oh, Leo, die staat erachter. Oh, hoe kon ik die nou over het hoofd zien? Nog één keer alles checken. Laten we naar die klus gaan, Scoop. Bob, je lunch. Oeps, goed gezien, Wendy. Klaar. En zo werk ik altijd. Wauw, wat doe jij een hoop dingen, Wendy. Je moet één ding tegelijkertijd doen, want dat is het geheim. Tot later, Rolly. Wendy doet dan wel heel veel verschillende één dingen tegelijkertijd. Laarzen check, gereedschap check, bouwhelm check. Bob de Bouwer. Kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer. Nou en oh. Scoop, Muk en Lifty en Tony ook. Leo en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Zij werken samen en niks is het te doel. Bob de Bouwer. Snel aan de slag nu, er is veel te doen. Bouwen en klussen geven van katoen. Bob en zijn team, voor geen klus zijn ze bang. Zij werken door tot zonsondergang. Bob de Bouwer. Kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer. Nou en op! Oké, team, snel aan het werk. Nou en op! Ik kan niet wachten om te mixen. Je kunt op me rekenen, Bob. Dat is goed gedaan. Wauw, ik heb een geweldig idee. Tijd voor wat Tower Power. Kunnen we het maken? Laten we de klus afmaken. Echt, wij kunnen elk klusje klaren. Let op, aan de slag. Kunnen we graven? Ja! Kunnen we het bouwen? Ja! Kunnen we het maken? Ja! Laarzen check, gereedschap check, bouwhelm check. Bob de Bouwer. Kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer. Nou en op! Scoop, Muk en Lifty en Tony ook. Leo en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Zij werken samen en niks is het verdoel. Snel aan de slag nu, er is veel te doen. Bouwen en klussen geven van katoen. Bob en zijn team, voor geen klus zijn ze bang. Zij werken door tot zonsondergang. Bob de Bouwer. Kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer. Nou en op!
kunt op me rekenen, Bob. Dat is goed. Wauw, ik heb een geweldig idee. Tijd voor wat Tower Power. Kunnen we het maken? Laten we de klus afmaken. Echt, wij kunnen elk klusje klaren. Let op, aan de slag. Kunnen we graven? Ja! Kunnen we het bouwen? Ja! Kunnen we het maken? Ja! Bob de Bouwer. Kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer. Nou en oh ja! Bob de Bouwer. Kunnen wij het maken? Bob de Bouwer. Ja! Nou en oh! Bob de Bouwer. Kunnen wij het maken? Bob de Bouwer. Nou en oh! De show, daar gaat die doek omhoog, we zeggen nu hallo. Geef een groot applaus en kijk, de hele zaal gaat plat. Dat is Scoop, die vindt zichzelf heel wat. Nee, er is niks leukers dan graven, en ik kan dat het best. Ik kan heel goed breken, veel beter dan de rest. Ik ben onverslaanbaar, dus geef het nou maar toe. Een keertje groef ik zelf zo diep, toen zag ik een kangoeroe. Een keertje zo diep, toen zag hij een kangoeroe. En nu moet het dak eraf, dus laat je horen allemaal. Hier is Lifty, dus maak een hoop kabaal. Ik ben goed in liften, ik draai wat in het rond. In tillen ben ik briljant. Hoog boven de grond. Soms lacht iedereen en dan vinden ze me maf. Ze vinden me kraan dan met de nek van een giraf. Dat klopt, hij lijkt op de nek van een giraf. Sta je op van je stoelen en verwelkom met flair. Onze Muk, want die is zo populair. Sorry. Ik kan heel goed overweg met Molder, vind je dat geen mop? Graaiend in de bagger, dan voel ik mij tiptop. Ik hobbel door het zand, maar ik loop nooit erg vast. Want als een rups die een boom beklimt, zo rijd ik heuvel op. Als een rups die een boom beklimt, zo rijd ik heuvel op. Maar dat is fysiek toch onmogelijk? Dat was het showtime, nu had de luisterend oor. Voor Scoop, Muk en Lifty. Nu gaan we er vandoor. We hebben genoten van de show, hij was subliem. Nu gaat iedereen in, we zingen samen als een team. Showtime, showtime, nu zeggen we tot ziens. Aandacht, aandacht, welkom bij de show. Daar gaat die doek omhoog, we zeggen nu hallo. Geef een groot applaus en kijk, de hele zaal gaat plat. Dat is Scoop, die vindt zichzelf heel wat. Nee, er is niks leukers dan graven en ik kan dat het best. Ik kan heel goed breken, veel beter dan de rest. Ik ben onverslaanbaar, dus geef het nou maar toe. Een keertje groef ik zelf zo diep, toen zag ik een kangoeroe. Een keertje zo diep, toen zag hij een kangoeroe. En nu moet het dak eraf, dus laat je horen allemaal. Hier is Lifty, dus maak een hoop kabaal. Ik ben goed in liften, ik draai wat in het rond. In tillen ben ik briljant, hoog boven de grond. Soms lacht iedereen en dan vinden ze me maf. Ze vinden me kraan dan met de nek van een giraf. Dat klopt, hij lijkt op de nek van een giraf. Sta je op van je stoelen en verwelkom met flair. Onze Muk, want die is zo populair. Ik kan heel goed overweg met Molder, vind je dat geen mop? Graaiend in de bagger, dan voel ik mij tiptop. Ik hobbel door het zand, maar ik loop nooit erg vast. Want als een rups die een boom beklimt, zo rijd ik heuvel op. Als een rups die een boom beklimt, zo rijd ik heuvel op. Maar dat is fysiek toch onmogelijk? Dat was het showtime, nu had de luisterend oor. Voor Scoop, Muk en Lifty. Nu gaan we er vandoor. We hebben genoten van de show, hij was subliem. Nu gaat iedereen in, we zingen samen als een team. Showtime, showtime, nu zeggen we tot ziens.
komen nu. Een goed plan is steeds de basis, maar dan wordt het chaos en paniek. Het lijkt haast rampzalig te worden, maar Bob en zijn team zijn uniek. Scoop slaat op hol en gaat dan fantaseren. Zijn plannetjes gaan steeds verkeerd, niks geleerd. Ta-da-da-da-da. Ho, hey, doe maar mee. Aan de slag met het team. En gaat het soms goed verkeerd, starten we opnieuw. Wij zijn Bob's team. Ho, hey, maar ik zit er niet mee. Want Bob die weet steeds hoe het moet. Dus ook al gaat het soms goed verkeerd, maken wij het weer goed. Met z'n allen nu. We denken het ver te schoppen, en dan gaat het plotseling mis. Dan komt Bob met zijn team op de proppen. Het probleem wordt snel geschiedenis. Leo heeft ook best veel goede ideeën, maar hij kan zich soms laten gaan. Maar daar komt Bob al aan. Hey, doe maar mee. Aan de slag met het team. En gaat het soms goed verkeerd, starten we opnieuw. Wij zijn Bob's team. Ho, hey, maar ik zit er niet mee. Want Bob die weet steeds hoe het moet. Dus ook al gaat het soms goed verkeerd, maken wij het weer goed. Wij maken het goed. Een goed plan is steeds de basis, maar dan wordt het chaos en paniek. Het lijkt haast rampzalig te worden, maar Bob en zijn team zijn uniek. Scoop slaat op hol en gaat dan fantaseren. Zijn plannetjes gaan steeds verkeerd, niks geleerd. Ta-da-da-da-da. Ho, hey, doe maar mee. Aan de slag met het team. En gaat het soms goed verkeerd, starten we opnieuw. Wij zijn Bob's team. Ho, hey, maar ik zit er niet mee. Want Bob die weet steeds hoe het moet. Dus ook al gaat het soms goed verkeerd, maken wij het weer goed. Met z'n allen nu. We denken het ver te schoppen, en dan gaat het plotseling mis. Dan komt Bob met zijn team op de proppen. Het probleem wordt snel geschiedenis. Leo heeft ook best veel goede ideeën, maar hij kan zich soms laten gaan. Maar daar komt Bob al aan. Hey, doe maar mee. Aan de slag met het team. En gaat het soms goed verkeerd, starten we opnieuw. Wij zijn Bob's team. Ho, hey, maar ik zit er niet mee. Want Bob die weet steeds hoe het moet. Dus ook al gaat het soms goed verkeerd, maken wij het weer goed. Wij maken het goed. Team. We zijn een team. We zijn een team. We zijn een
team. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Zijn taak en werkt in het team. Samen bouwen wij iets moois, het is prachtig om te zien. Ontwerpen, graven, bouwen, liften, boren, fixen, beton mixen. T-E-A-M, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, team, team. We zijn een team, team, team. Pa-da-pa-pa-pa. We zijn een team, 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 team. Een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five! Gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, wow-oh-oh. We zijn een team, wow-oh-oh. We zijn een team, 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 team. We zijn een 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 team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Zijn taak en werkt in het team. Samen bouwen wij iets moois, het is prachtig om te zien. Ontwerpen, graven, bouwen, liften, boren, fixen, beton mixen. T-E-A-M, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, team, team. We zijn een team, team, team. Pa-da-pa-pa-pa. We zijn een team, 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 team. Een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five! Hey, welkom bij Pop. Hier zijn vrienden staan klaar. In de lente stad. Welkom bij Bob, hier zing maar mee. Kunnen we bouwen? Scoop is een dromer en Bob's beste vriend. Komt in de problemen, maar dat's niet verdiend. Muk schuift altijd alle troep opzij. Kijk zijn rups van de gaan, zo sterk is hij. Hey! Welkom bij Bob, hier zijn vrienden staan klaar. In de lente stad. Welkom bij Bob, hier zing maar mee. Kunnen we het bouwen? Ja! Liftie komt met zijn kraan en helpt ons uit de brand. Hij hijst steen en staal of stapelt zakken zand. En daar heb je Tony met zijn zware last. Met beton in zijn molen, het is een stevige gast. Bucky niet zo klein, takelt alles op in elke situatie. En Tizzy klein maar fijn, die mixt van alles in de gekste combinatie. Wow. Rolly rolt het uit, lekker strak en glad. Hobbels gaan weg, want hij was alles plat. Danny en Leo zijn al net zo tof. Ze roepen met z'n allen. Nou en of. Hey,
Welkom bij Bob, hier zijn vrienden staan klaar. En de lente staat. Welkom bij Bob, hier zien maar mee kunnen we. Hallo allemaal, we gaan net zo bouwen als Bob de Bouwer en zijn team. Dus pak je gereedschap en volg mij. Laarzen aan, helm op, werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan, helm op, iedereen klapt mee. Mix het net als Dizzy, draaien in het rond. Arm omhoog als Lifty, hoog boven de grond. Was het plat als Rolly en maak een rollie-bollie. Doe dan net als Bob doet, want werken is gezond. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan, helm op. Iedereen klapt mee. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen klapt mee. Scoop is goed in graven, graven keer op keer. Doe als Muk zijn banden en schuif maar heen en weer. Tony is gewichtig, dus stamp maar lekker luid. Maak je lang als Kukkie en rek je lekker uit. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen kan mee, kom doe je. Laarzen aan en helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen kan mee. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen kan mee, kom doe je. Laarzen aan en helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen klapt mee. Hallo allemaal, we gaan net zo bouwen als Bob de Bouwer en zijn team. Dus pak je gereedschap en volg mij. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan, helm op. Het net als Dizzy, draaien in het rond. Arm omhoog als Lifty, hoog boven de grond. Was het plat als Rolly en maak een rollie-bollie. Doe dan net als Bob doet, want werken is gezond. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan, helm op. Iedereen klapt mee. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen klapt mee. Scoop is goed in graven. Graven keer op keer. Doe als Muk zijn banden. En schuif maar heen en weer. Tony is gewichtig, dus stamp maar lekker luid. Maak je lang als Kukkie en rek je lekker uit. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen kan mee, kom doe je. Laarzen aan en helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen kan mee. Bouwen maar, steen voor steen. Pak je hamer, sla, sla, sla. Pak je boor en zip, zip, zip. Laarzen aan, helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen klapt mee, kom doe je. Laarzen aan en helm op. Werk als Bob de Bouwer. Laarzen aan en helm op. Iedereen klapt mee. Waarom hebben giraffen een lange nek, Scoop? Oh, een raadsel. Omdat ze stinkvoeten hebben? Nee, omdat ze in het wild de bladeren eten van hoge bomen. Dus als we een hok voor de giraffen bouwen in de dierentuin, moeten we hoge voedseltorens voor ze bouwen. Zodat ze hun ontbijtje kunnen eten. We bouwen ook kijkplatforms, zodat de bezoekers omhoog kunnen klimmen en lekker dicht bij de hoge koppen kunnen komen. Ja, en zodat ze hun stinkvoeten niet hoeven te ruiken.
Wat zie je hier, Scoop? Een speeltuin. En er is een klein en harig kind aan het spelen. Dat is geen speeltuin. Dat is een tuin voor de apen. Het is zo gebouwd dat het lijkt op hun woonplaatsen in het wild, waar ze in bomen leven. Dankzij die houten palen, schommels en touwen kunnen ze doen wat ze het allerliefste doen. Klimmen en slingeren. Wauw, dat lijkt me echt leuk. Mag ik meedoen? Ik weet het niet, Scoop. Je bent geel. Straks denken ze dat je een banaan bent. Een zwembad. Ga jij je schoolslag oefenen, Bob? Nee, Scoop. Dat is de pinguïnkooi in de dierentuin. Pinguïns zijn vogels die niet kunnen vliegen. Maar in plaats daarvan kunnen ze zwemmen. Het is dus belangrijk om een mooi groot zwembad voor ze te bouwen, waar ze kunnen zwemmen, duiken en hun eten vangen. Gaaf zwembad, Bob. Kun je er ook eentje voor mij bouwen, zodat we de poolparty kunnen houden? Tuurlijk, Scoop. Jij ziet ze sowieso vliegen. Oh, wauw. Dank je, Bob. Zeemonster! Dat is geen zeemonster, Scoop. Dat is een haai. Een haai? Oh, daar ben ik dol op. Een haaienbad moet op de oceaan lijken. Er wordt zout aan het water toegevoegd om zo zeewater na te bootsen. Het bad is heel ruim, zodat de haai rond kan zwemmen en het water langs zijn kieuwen kan laten gaan waar hij door ademt. Wat denk je dat haaien lekker vinden om te eten? Misschien een van mijn heerlijke broodjes tonijnsalade. Dat betwijfel ik, Bob. Wow, zijn dat reuzenmensen, Bob? Nee, Scoop, dat zijn architecten. Oh, dat is jammer. Wat is een architect? Een architect is iemand die een gebouw ontwerpt voordat het gebouwd wordt. Hiervoor maken ze soms een model van karton of een speciale tekening. Wanneer bouwers zoals wij dan op de bouwplaats zijn, kunnen we op die tekening zien wat we moeten bouwen. Cool! Dan word ik ook een architect en ga ik mijn eigen garage ontwerpen. Er komt een dakraam en een speelkamer en het wordt wel 10 verdiepingen hoog. Hou groot probleem op. Vandaag is onze wasdag, maar de kraan van de slang is kapot. We kunnen jullie niet vies rond laten rijden. Ik bel de loodgieter wel. Wat is een loodgieter? Een klusser die alles weet van leidingen en kranen tot wasbakken en wc's. Hoppa, zo moet het weer goed zijn. Klaar om in bad te gaan? Nog één klein probleempje, Bob. Puk is het bad eentje verloren. Alweer? Wauw, Bob. Meneer Spijker heeft een mooie tuin, zeg. Hij heeft vast een goede tuinarchitect. Een wat? Een tuinarchitect of tuinman. Iemand die in de tuin of park werkt om het er interessant en mooi uit te laten zien. Zoals het aanleggen van meneer Spijkers perfect gemaaide gazon. Ja. En zijn tulpenperk verzorgen. Aha. En zijn struiken in vorm snoeien. Ja. Wacht eens even. Hoe weet je zo goed wat meneer Spijker in zijn tuin heeft? Oh, omdat ik overal doorheen gereden heb om een voetbal te halen. Scoop. Kun je alsjeblieft een vogelhuisje voor meeuw bouwen, Bob? Tuurlijk, Scoop. Vandaag mag je me Bob de Timmerman noemen. Oké, dan. Maar wat is een timmerman? Een klusser die van hout huizen bouwt. Bruggen, schepen. Eigenlijk alles dat van hout gemaakt wordt. Oeh. Kunnen we dan nu dat vogelhuisje maken? Hij is fantastisch, Bob. Er is alleen één probleempje. Door alle herrie is meeuw weggevlucht. Meeuw, meeuw, kom maar terug. Oh, kom terug, meeuw. Deze weg moet opengebroken worden, zodat we de leiding hieronder kunnen maken. Weet je nog wat ik over de boormachine heb gezegd? Yep. Plaats de boor onder een lichte hoek, leun het naar jezelf toe. Zal ik het voordoen? Ja, graag. Heel goed. Wat zeg je? Oeps. Ik kan je niet zo goed horen met deze op. Ik zei heel goed. Kun jij de rest van de weg openbreken, dan haal ik de nieuwe pijp. Zeker weten, Bob. Mooi. En denk eraan om je gehoorbeschermers op te doen als je gaat boren. Leo! Oh, hi, Muk. Wat is er? Bob zegt dat je wel even pauze kunt nemen. Neem die even wat lekkers voor ons. Stekkers? Oh, er liggen er nog wel een paar achter in de schuur. Leo! 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 Oh, hey Muk. Ik had je niet gezien. Wat is er? Wil je niet weten wat voor lekkers er is, Leo? We worden verwend. Cement? Oh, ja, er ligt nog wel een zak bij de emmers.
Leo! Hey, Muk! Kan ik je helpen? Er is nog maar één klein stukje cake over, Leo. En Bob zegt dat er hele goede room in zit. Hele goede boorinzet? Dank je, Muk! Ik vraag me af waarom Leo geen stukje cake wilde hebben. Tja, hij heeft echt iets gemist. Huh? Wat heb ik gemist? Wendy's cake. Sorry, alles is op nu. Was er dan cake? Waarom heeft niemand dat tegen me gezegd? Wat gaan we vandaag doen, Bob? Sst! We bouwen een vogelkijkhut voor meneer Spijker, zodat hij vogels kan spotten. En op het laatst camoufleren we hem. Wat is camoufleren? We verven de hut met groen-bruine patronen die lijken op bomen, bladeren en gras. Dat noemen we camouflage. Zo valt het samen met de omgeving en zullen de vogels de hut en meneer Spijker niet zien. En dus ook niet wegvluchten. Geweldig idee, Bob! Goed gedaan, Scoop. Wist jij dat kleuren invloed kunnen hebben op hoe je je voelt, Scoop? Oh ja? Welke stemming krijg je dan van de kleur blauw? Daarvan word je rustig. Ideaal voor slaapkamers. En hoe zit het met rood? Daarvan krijg je trek, dus dat is goed voor de eetkamer. En groen? Verfrissend, net als de natuur. Prettig in de badkamer. Oh, en geel? Mijn lievelingskleur? Geel is de kleur van vrolijkheid. Ik ben geel en ik maak altijd iedereen vrolijk, hè, Bob? Toch, Bob? Zeker weten, Scoop. Meestal dan. Niet alleen bouwers schilderen, Scoop. Kinderen kunnen dat ook. Yay! En het is hartstikke leuk om verf met elkaar te mengen om nieuwe kleuren te maken. Wat krijg je van rood met geel? Oranje. En blauw met rood? Oh, paars. En blauw met geel? Groen. Ik ben dol op nieuwe kleuren maken, Bob. Oh, misschien kan ik mijzelf wel brandweerwagen rood verven. Of buitenaards paars. Of betoverende regenboog. Wat is er nou mis met oud vertrouwd geel? Het allerbelangrijkste op een bouwplaats is veiligheid. Absoluut, Bob. Waarschuwingsborden gebruiken kleuren en symbolen om ons te informeren. Wat betekenen deze oranje zwaailichten, Scoop? Langzaam rijden. Wegwerkzaamheden. Juist. En dit gele bord? Pas op! Kraan beladen met zware materialen. Correct. En dan nog dit rood-gele bord. Bouwers zijn hier bezig met kuilen graven. Hey, kijk! Er staat een foto van jou bij. Je bent beroemd. Mag ik je handtekening? Nu even niet, sorry. Ik ben druk aan het graven. Weet je wat voor een dag het vandaag is, Scoop? Oh, joepie! Is het de dag waarop we gebouwen boom laten doen? Ja, een gecontroleerde vernietiging met behulp van explosieven. Ik kan niet wachten! 3, 2, 1, boom! Nog een keer! Nog een keer! Ja, wat dacht jij dan? Zo gaaf! Ik hou van deze baan, Bob! Kunnen we nu nog eens boom laten doen? Boom, boom! Sloopwerk is niet alleen maar iets boem laten doen, Scoop. Het gaat om het veilig verwijderen van oude gebouwen. Ja, heel interessant, Bob. Maar kunnen we nu kijken hoe die boemt? 3, 2, 1... Boom! Zie je hoe het in elkaar stort? De explosieven zijn zo geplaatst dat de ontploffing maar een klein gebied treft en niets eromheen beschadigt. Zoals die bomen daar bijvoorbeeld. Wat zeg je, Bob? Ik versta je niet. Er is iets te veel boem. Oude gebouwen kunnen op verschillende manieren gesloopt worden, Scoop. Bijvoorbeeld met... sloopkogels! Juist! Een grote en zware stalen of betonnen bal wordt naar het gebouw geslingerd, wat dan wordt... verbrijzeld! Precies! De sloopkogel wordt geslingerd vanaf een kraan, zo een als Lifty. Ah, oh, Lifty mag al het leuke werk doen. Ik kan ook goed dingen kapot maken, Bob. Ja, Scoop. Ook soms als ik je niets heb gevraagd. Pas op, Bob! Een gigagroot monsterlijk ding eet dat gebouw op! Dat is een hydraulische klauw, Scoop. De machine heeft een grote grijper om het gebouw stukje voor stukje uit elkaar te halen. Hiermee kunnen de bouwvakkers kiezen welk deel van een gebouw ze willen slopen in plaats van het hele ding te vernielen. Dus er is geen gigagrote monsterklauw? Nee, Scoop. Oh, dat zou zo cool geweest zijn. Bob, kun je een gigagrote monsterklauw aan mij bevestigen? Nee. Oh... Wist je dat deze piramides in Egypte tot de oudste gebouwen ter wereld behoren?
Zijn ze ouder dan jij, Bob? Oh, veel ouder. Er waren veel bouwers en heel veel jaren nodig om al die zware stenen naar hun plek te dragen. Lifty en ik kunnen in een paar dagen een piramide bouwen. Hijskranen en graafmachines waren toen nog niet uitgevonden. Ze zijn al heel lang geleden gebouwd. 4000 jaar om precies te zijn. Wauw! Ik vraag me af of meneer Spijker er toen al was. Dat denk ik niet, Scoop. Deze stad wil ik dolgraag eens bezoeken, Scoop. Rivierstad? Nee, New York City, waar het Empire State Building staat. Een van de eerste wolkenkrabbers ter wereld. Hij is zo hoog! Nog hoger dan Uckie. Ja, en vanaf de bovenste verdieping kun je in iedere richting kilometers ver kijken. Zo cool! Mag ik dan met je mee, Bob? Alsjeblieft! Ik denk niet dat je door de deuren past, Scoop. Dan moet je een ansichtkaart kopen. En een t-shirt. Ik denk dat je daar ook niet in zal passen. Scoop, je hebt je alweer verslapen. Jij hebt een nieuwe wekker nodig. Zoiets als deze, bij het parlementsgebouw in Engeland. Wauw, dat is pas een grote klok. Hoe werkt die? Een slingerende kogel laat het uurwerk binnenin draaien. En daardoor bewegen de wijzers van de klok. En ieder uur slaat een gigantische hamer tegen een bel. Deze klok heet de Big Ben. Maar ik wil nog slapen. Oké, ik ben al wakker, Bob. Ik geloof dat je fotolijstje scheef zit, Bob. Nee, Scoop, dat is de schuine toren van Pisa in Italië. Uit de hele wereld komen toeristen daarheen om er foto's van te maken. Oh, waarom? Hij is helemaal niet goed gebouwd, Bob. Kijk dan, hij staat hartstikke scheef. Dat maakt het juist zo interessant. Volgens mij is hij verkeerd gebouwd. Klopt. Het was gebouwd op een bodem die aan één kant te zacht was. En gedurende de honderden jaren sinds de bouw is hij steeds een beetje schever gaan staan. Kun jij het maken, Bob? Nou, niet mee. Wat is er volgens jou een beetje anders aan deze huizenscoop? Ze hebben geen bloemetjesgordijnen. Wat nog meer? Eeuw, het lijkt wel of ze van modder gemaakt zijn. Precies, dit is een modderhut in een Afrikaans dorp. In gebieden waar hout moeilijk verkrijgbaar is, kunnen huizen van modderstenen worden gemaakt. En er wordt natte modder gebruikt als bindmiddel om de stenen aan elkaar vast te plakken. Wanneer het is opgedroogd, heb je een stevig gebouw waar het koel is in de zomer en warm is in de winter. Wauw, een gebouw gemaakt van modder. Ik denk dat we Muk Stroomhuis gevonden hebben. Oh nee, dat schip vaart zo tegen die brug aan, Bob. Niks aan de hand, Scoop. Dat is een ophaalbrug. Een wat? Een ophaalbrug. Hij kan openklappen, zie je? Meestal is het een gewone brug waar auto's en mensen overheen kunnen. Maar als er een heel groot schip door het kanaal vaart, kan de brug open om het schip erdoor te laten. Oh, dat is slim bedacht. Zeker. En er zijn allerlei verschillende soorten manieren waarop een brug open kan. Wat een geweldig idee. Zo kan het schip zijn hoofd niet aan de brug stoten. Dat klopt inderdaad wel, Scoop. Wat zijn ze aan het doen, Bob? Ze bouwen een boomhut, Scoop. Oh, waarom zou een boom in een hut willen wonen? Nee, het is een hut in een boom. Oh ja, net zo een als je voor de lentestad kanjes had gebouwd. Precies. De boomhut wordt gebouwd in de takken van de boom. Meestal kan het hout worden vastgezet met touwen en kabels, in plaats van met spijkers, om de boom niet te verwonden. Dat is de coolste hut ter wereld! Kun je voor mij ook een boomhut bouwen, Bob? Dat ligt eraan. Kun jij op een ladder klimmen? Ja. Tuurlijk. Maken die mensen een sneeuwpop, Bob? Ze bouwen een iglo. Iglo? Dat is een gekke naam voor een sneeuwpop. Het is geen sneeuwpop, Scoop. Het is een huis, gemaakt van sneeuw. Hoe doen ze dat dan? Ze hakken grote blokken uit de sneeuw en daarmee bouwen ze een koepel. Het wordt dan warm en broeierig binnen. Cool. Ik bedoel, warm. Kunnen wij ook een iglo bouwen, Bob? Nee, Scoop. Waarom niet? We zitten midden in de zomer. Ah, daarom heb ik geen andere iglo's gezien hier. Oké, Scoop. Het is tijd voor je favoriete spelletje. Wat hoor ik? Kom maar op, Bob. Wat maakt dit geluid? Is het een grasmaaier? Groter. Oh, is het een vrachtwagen die een container versleept? Kleiner. En het heeft een grote ronde trommel achterop die in de rondte draait. Oh, ik weet het. Is het een betonmixer? Ja. Phew, dat was zwaar. Net als beton. Zet je weer goed schrap allemaal, want het is weer tijd voor... Wat hoor ik? Luister goed, Scoop. Wat maakt dit geluid? Wauw, dat is hard. Wat zeg je? Wauw, dat is hard. Ja, dat klopt. Maar wat is het? Is het een tandartsbol? Nee. Het klappertanden van Leo als hij het koud heeft? Nee, ik geef je een hint. Ik gebruik het om beton los te breken. Een trilbol! Correct! Wat? Correct! Sorry, Bob.
Ik versta je niet, Donnie Drilboor. Ik verveel me, Bob. Zin in een spelletje? Wat hoor ik? Oeh, ja. Kom maar op, Bob. Oké, Scoop. Wat maakt dit geluid? Is het een straalvliegtuig? Nee. Een buitenaardse laserstraal? Nee. Rolly, die aan het snurken is? Nee. Ah, het is echt te moeilijk. Geef me een hint. Ik gebruik het om vormen uit hout te zagen. Oh, een decoupeerzaag? Ja. Ah, wist ik meteen. Tuurlijk, Scoop. Raad eens hoe laat het is. Tijd voor een spelletje. Wat hoor ik? Precies. Wat maakt dit geluid? Is het een perforator? Nee. Oh, zo'n automatische tennisbalmachine. Nee. Chef Appel die eitjes breekt? Verre van. Ik geef je een hint. Ik gebruik het om dingen van hout aan elkaar te maken. Oh, een spijkerpistool. Dat is het, Scoop. De spijker op zijn kop. Kun jij me vertellen waarom het zo belangrijk is om een helm te dragen op de bouwplaats, Scoop? Zodat je niet verbrandt? Nee. Zodat je hersenen warm blijven? Nee. Oh, zodat je kapsel goed blijft zitten. Om je hoofd te beschermen voor al het gevaar op de bouwplaats. Zoals loshangende elektriciteitsdraden. Of zodat je je hoofd niet te hard kan stoten tegen lage voorwerpen. Het is het allereerste dat je op moet zetten en het allerlaatste dat je af mag doen. Kijk, Bob, zijn haar zit nog perfect. Oh, dat is een opluchting. Het is belangrijk om goed aan ogen en gezicht te denken op een bouwplaats. Hier is een bouwer die een speciale bril draagt. Waarmee hij door muren kan kijken met röntgenstralen? Cool! Nee, Scoop. Om zijn ogen te beschermen tegen rondvliegende stukjes materiaal. Bij het gebruik van een drilboor, een kettingzaag of tijdens het lassen. Een mondkapje komt ook goed van pas. Om te voorkomen dat we stof, verf of chemische dampen inademen. Heel verstandig, Bob. Maar er is één probleempje. En dat is? Hoe moet je zijn boterhammen nu opeten? Een stevig paar werkschoenen is een essentieel kledingstuk op een bouwplaats. Zodat je geen natte sokken krijgt als je in een plas gaat staan. Maar belangrijker nog, zodat je je voeten niet kunt bezeren aan gevaarlijk materiaal dat rondslingert. Ook belangrijk zijn gehoorbeschermers. Die zijn bedoeld om je oren te beschermen tegen de harde geluiden van alle machines. En om lekker muziek mee te luisteren. Nee, maar misschien wel om op te zetten als ik geen zin meer heb in die flauwe opmerkingen van Scoop. Hé, wat? Grapje, Scoop. Wanneer moet ik een veiligheidsvest aan, Scoop? Als je in een achtbaan gaat. Nee, op een bouwplaats. Ik draag er een als we hoog boven de grond werken. Heb je soms hoogtevrees, Bob? Nee, maar bouwers moeten alles doen wat mogelijk is om een val te voorkomen. Hier volgen nog wat extra veiligheidsspullen. Skihandschoenen! Veiligheidshandschoenen. Om je handen te beschermen tegen sneetjes, elektriciteit, chemische stoffen en hoge temperaturen. En om een sneeuwpop mee te bouwen. Mag dat, Bob? Alsjeblieft. Wauw, Bob. Ze bouwen die wolkenkrabber echt supersnel. Dat is een timelapse video, Scoop. Het is een versnelde film waarin we een bouwwerk zien dat weken heeft geduurd. Oh, ja, natuurlijk. Op die manier kun je goed zien hoe iets wordt opgebouwd. Eerst bouwen ze verdieping op verdieping. Met behulp van een hoge hijskraan die het zware materiaal naar boven tilt. Zoals Ucky. Precies. En zodra het draagframe voltooid is, worden de glazen wanden aan de buitenkant geplaatst. Het is nu al af. Dat is nog sneller dan wij dat kunnen. Wist je dat huizen een beetje zoals mensen zijn, Scoop? Hoe bedoel je dat, Bob? Kunnen huizen ook praten en voetballen en zo? Nee, Scoop. Net als mensen hebben veel huizen een skelet aan de binnenkant, maar dan een van hout. Het is een sterke draagstructuur die alles bij elkaar houdt. Wanneer het houten frame klaar is, worden de muren, ramen en het dak geplaatst. Dat is toch een mooi huis, vind je niet? Ja. Pas op voor het skelet dat binnen zit, kinderen! Bob, ik wil de stad inrijden, maar die rivier ligt in de weg. Dan moeten we een brug bouwen, Scoop. We beginnen met een stalen frame dat zware gewicht kan dragen. Dan bouwen we de weg over de rivier. Die maken we daarna extra stevig met palen. Kijk, Scoop, het is klaar. Nu kun je er overheen de stad inrijden. Niet meer nodig, Bob. Ik ben al opgereden. En dat zeg je me nu pas. Het lijkt wel of die klussers glazuur op een cake smeren. Ze storten beton. Een betoncake? Dat klinkt echt smerig. Een betonvloer. Zie je hoe ze in de emmer met nat cement blijven roeren met een elektrische mixer?
Dat doen ze om het mooi en soepel te houden. Nadat ze het op de grond hebben gegoten, strijken ze het glad en dan kan het uitharden. Zoals glazuur op een cake. Denk je dat je van mij een dieselcakeje kunt maken, Bob? Dat klinkt pas smerig. Dieselcake. Laten we eens wat gereedschap bekijken, Scoop. Dit is een boormachine. Daarmee kunnen we ergens een gat in maken. Ik kan ook heel goed gaten in dingen maken. En dit is een hamer. Misschien wel het meest gebruikte gereedschap van een bouwer. Het voorste deel is om spijkers ergens in te slaan. Arme spijkers. En de achterkant gebruiken we om spijkers ergens uit te trekken als ze er verkeerd zijn ingeslagen. Hou jij van je hamer, Bob? Bijna net zoveel als dat ik van jou hou, Scoop. Behalve toen je laatst per ongeluk op je vinger sloeg. Oh ja. Ik heb je nog nooit zo vaak au horen roepen. Ik ook niet. Weet jij wat een waterpas doet, Scoop? Meten hoeveel passen je in het water kunt zetten. Nee, hiermee kan een bouwer zien of een oppervlak mooi plat en gelijk is. Een schroevendraaier gebruiken we om schroeven aan te draaien. Er zijn allerlei verschillende soorten schroefkoppen voor verschillende schroeven. Schroeven kunnen ook vastgezet worden met de accuboor. Die geeft ons... meer power! Precies! Wat ligt er in deze la, Scoop? Je sokken, Bob? Mijn steeksleutels. Het perfecte gereedschap om bouten mee vast te draaien. Je hebt verschillende soorten. Zoals de ringsleutel, de dopsleutel en de Engelse sleutel. Maar voor welk slot is die dan? Niet zo'n sleutel, Scoop. Ik ga de Engelse sleutel gebruiken om Engeland open te maken. Daar heb je iets anders voor nodig dan een sleutel. Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. Wanneer ik door sterk materiaal zoals staal, steen of beton moet zagen, gebruik ik een... haakse-slijper. Wow, kijk hem eens gaan. Die steen maakt geen schijn van kans. Maar is het materiaal lichter, zoals hout, gebruik ik de decoupeerzaag. Daarmee zaag je stukjes en vormen uit plaatmateriaal. Oh, zo kun je een houten puzzel maken. Zoals die ene waar jij wel 10 uur mee bezig was, Bob. Dat was wel echt een hele moeilijke, hoor. Kijk, Bob, dat is de grote zus van Dizzy. Dat is een cementmixer, Scoop. Dat wist ik wel. Wauw, moet je die trommel zien draaien. Dat is zodat al het natte cement dat erin zit niet hard kan worden, voordat we het op de juiste plek storten. De trommel op de kar gaat rond en rond. Zoveel cement komt er straks op de... Wow, ik ben duizelig. Het beton wordt in een raster gespoten, waarna het klaar is voor ons om... door het verse cement te rijden en onze namen erin te schrijven. Nee, Scoop. De parkeerplaats te asfalteren. Ja, dat ook. Wanneer hebben wij een vorklift nodig, Scoop? Tijdens het eten, Bob. Niet een vork, een vorklift. Een machine om zware objecten een stukje mee te verplaatsen. Dat is de vork daar. Een L-vorm waar het zware materiaal op kan worden gelegd. Omhoog. En... omlaag. Zonder vorklift zouden we echt moeite hebben met het verplaatsen van alle zware materialen. En dan zou jij je spaghetti niet kunnen eten, Bob. Wat is het allerbelangrijkste van een vrachtwagen, zoals Tony, Scoop? De harde toeter! De vrachtwagens zijn ongelooflijk sterk. Ze kunnen allerlei soorten containers met zware ladingen over grote afstanden verplaatsen. Woehoe, ritje maken! Ze vervoeren alles, van bouwmaterialen tot etenswaren en huizen, of zelfs andere machines. Ze behoren tot de grootste machines die je op de snelweg zult zien rijden. En dat betekent dat ze een hele luide toeter nodig hebben. Oh, ik wou dat ik zo hard kon toeteren. Ik niet. Om bouwmaterialen naar de bovenste verdieping van hoge gebouwen te krijgen, is het handig om een hele lange arm te hebben. Helaas zijn jouw armen tekort, Bob. Daarom gebruiken we een bouwkraan. Zoals Uki, een hoge machine met een lange arm, die we de giek noemen. Door middel van een haak die aan kabels hangt, kunnen we met de kraan zware spullen helemaal naar de top van een hoog gebouw brengen. Net als een gewicht heffen. En kunnen we het gebouw stukje voor stukje verder bouwen. Uki moet wel supersterk zijn. Hij heeft denk ik nog grotere spierballen dan jij, Bob. Veel groter. Kijk, die machine noemen we een... een mini-wieldumper. Dat klopt, Scoop. Dat wist ik, omdat hij een beetje op een kleine muk lijkt. Misschien is dit wel zijn kleine neefje. Dumpers hebben het bijzondere vermogen om hun laadbak voorover te kantelen... om zo het materiaal dat ze dragen ergens te storten. Zoals puin. Ja, en wat nog meer? Stenen. En kiezels en grind en modder. Oh, weet je nog die keer dat muk per ongeluk al die modder over de auto van burgemeester Pennenbroek stortte? Hoe kon ik dat ooit vergeten?
Waarvoor gebruiken we eigenlijk een wals, Scoop? Om dingen fijn te pletten. Niet helemaal. Walsen, zoals Rolly, gebruiken hun grote ronde wielen om oppervlakken glad te strijken en ze mooi plat te maken. Zoals een pannenkoek. Ja, een wals is de perfecte machine om een weg of een voetpad egaal te maken. Of als je iets fijn wilt pletten, zodat het splets doet. Zoals bananen of watermeloenen of lunchpakketjes of... Nee, Scoop. Dat is niet waar een wals voor bedoeld is. Scoop, heb jij die rommel in je garage al opgeruimd? Nee, Bob. Ik wou deze vette machine in actie zien. Hoe noem je zo'n ding? Dit is een mini-graafmachine. Zie je dat die rupsbanden heeft in plaats van wielen? Ja. Dat is zodat die rond kan rijden op een grof stuk land zonder vast te komen zitten. En zie je dat grote metalen mes aan de voorkant? Oh ja. Dat is om rommel uit de weg te ruimen. Zoals grond, zand of puin. Ik heb een briljant idee. Ik kan een mini-graafmachine gebruiken om alle rommel in mijn garage op te ruimen. Dat lijkt me niet zo'n briljant idee, Scoop. En dit is een... Oh, dat is een graafmachine met net zo'n schip als ik. Deze doe ik wel, Bob. Ga je gang, Scoop. Graafmachines zijn super slimme machines die allerlei fantastische dingen kunnen. Zoals kuilen graven, gebouwen afbreken en puin verplaatsen met hun schep. Sommige gravers, zoals ik, zijn extra briljant. Omdat we nog een tweede bak hebben die we ook als schep kunnen gebruiken. Maar genoeg over mij, Bob. Vind jij machines met een schep ook zo super fantastisch? Ja. Sorry, Bob. De tijd is om.